Wat een prachtige ambiance op het veld van WHC in Wezep. Veel oranje, veel supporters meegereisd uit Emmen om hun ploeg WKE aan te moedigen op weg naar de topklasse. Hilversum in het groen en wit en WKE in het zwart. Hilversum versloeg op weg naar deze wedstrijd blauw-geel uit Veghel in 2 wedstrijden. Uit werd het 1-1 en thuis werd er met 2-0 gewonnen. WKE deed het tegen Feyenoord. Uit 1-1 en afgelopen donderdag thuis na de verlenging won het met 2-1. Twee ploegen die op papier aan elkaar gewaagd zijn. Maar WKE begint sterk met hier de eerste kans voor Anton Jongsma. En dat al binnen de eerste 5 minuten. Maar Jongsma raakt het zijnet. Weer WKE. Dat veel lengte heeft. En is dit een hensbal? Er wordt wel geappelleerd. Ja, ook het handje van Doldersum. Het leek inderdaad op hens van Pim Koppel. Maar scheidsrechter Hof laat doorspelen. WKE met Anton Jongsma. We houden het overzicht. Ziet Peter van der Slot mee opkomen. Van der Slot wacht om aansluiting. Vindt hij bij Jongsma. Oosting gezocht, gevonden. Maar Oosting krijgt de bal niet onder controle. Maar toch Jongsma. Jongsma op Berend Oosting. En dan is het 1-0. Hebben we bijna 19 minuten gespeeld. En komt WKE op voorsprong. Oosting viert het feestje. Maar wat goed van Anton Jongsma. Is niet zelfzuchtig. En dan is de voorsprong daar voor WKE. En de felicitaties natuurlijk van Oosting gericht aan Anton Jongsma. Wat een heerlijk begin voor WKE. Hilversum is tot dan toe nauwelijks in het spel voorgekomen. En we hebben toch al zo'n half uur gespeeld. Koppel richting Bagwandin. Oog in oog met Doek. Is langs Doek en Bagwandin. Ja, het eerste gevaar van de kant van Hilversum. Maar Beukenveld, de doelman van WKE, hoeft niet in actie te komen. WKE. Goed gespeeld. Met wat geluk krijgt Jan Hoijveld hier de bal. En wordt hij naar beneden gehaald. Door Kasari. En Kasari heeft geluk dat hij mag blijven staan. En helemaal geen kaart krijgt. Want een kaart was het toch zeker wel. Maar de vrije bal blijft staan voor WKE. Mooie positie misschien wel voor een linkspoot. Voor Alma Doek. Doek in één keer. Of probeert hij het hoofd te vinden van Berend Oosting. Oosting komt er net niet aan. En zo blijft het 1-0. Hilversum. Komt even aan de druk van de formatie uit Emmen. En weer die Bagwandin. En dan komt de bal toevallig voor de voeten van de topscorer aan de kant van Hilversum. En dat is Van der Pol. Maar Van der Pol schiet over. En dat was meteen ook het laatste wapenfeit van de eerste helft. De tweede helft met Hilversum in balbezit. Dit is Berkleef, die schiet. Zo. En die raakt de lat. Ja. WKE is gewaarschuwd in de beginfase van de tweede helft. Berkleef raakt de lat. En Hilversum zoekt weer de aanval. En is bijna succesvol wanneer Loer op eigen doel lijkt te schieten. Maar WKE komt met de schrik vrij. Maar weer Hilversum in de aanval. De ploeg gelooft er toch in. Opstootje daar in de hoek. En dan een slijding. Van Hoijveld. En dan de reactie van Hoijveld. Ja, dit is niet slim natuurlijk. De actie van Hoijveld. De actie gericht aan Adnane. Oud-speler van NEC. En wat doet scheidsrechter Hof? Die geeft geel aan beide spelers. En dan mogen beide spelers ook niet mee mopperen. WKE met de beslissing. Komt hier misschien wel van Jongsma. Maar nee, die bal gaat voorlangs. En ook Hoijveld komt er dan net niet meer aan. Maar wat een kans voor Anton Jongsma. Om de wedstrijd definitief in de slot te gooien. Na zo'n kwartier spelen in de tweede helft. Maar Jongsma verzuimt. Lange bal van Beukenveld.
op Oosting. Sterk is hij toch. En dan Jongsma. Oh, wat een heerlijke paas op invaller Buurmeijer. En Buurmeijer scoort wel. We zitten 12 minuten voor tijd. En Buurmeijer brengt WKE op 2-0. Een prachtige goal. En wat goed ook. Het voorbereidende werk van Oosting. En dit geweldige paasje van Anton Jongsma op Buurmeijer. 78e minuut. 2-0. En WKE zit natuurlijk op rozen. Doelman Hilpers van Hilversum weet het al. Dit gaat zijn ploeg niet meer goed maken in de slotfase. Nee hoor, WKE gaat erop en erover. Komt hier de derde. Weer Buurmeijer. Ver naar buiten is Hilpers kwijt. Maar Buurmeijer heeft techniek. En Buurmeijer bepaalt de stand op 3-0. WKE maakt gehakt van Hilversum. 3-0. Topklasse. Kan niet meer misgaan. Randje buitenspel. Inderdaad geen buitenspel. En dus mag Buurmeijer door. Hilpers is ver zijn goal uit. Buurmeijer heeft voldoende techniek. Want dit is perfect gedaan. 3-0. Twee goals van Buurmeijer. Het is duidelijk. WKE gaat naar de topklasse. Kan heerlijk freewheelen richting de laatste minuten. Jongsma. Hij heeft ruimte. Hoijveld. Wacht is nog op zijn moment. Komt hier zijn goal. Hij is één man kwijt. Hij is twee man kwijt. De derde ook. De voorzet op invallen. Weerman. Weerman. Raakt de latten naar Jongsma. En die schiet over. Gallery play van WKE levert geen treffer op. Ja, Jongsma. Nu kun je erom lachen. Want het is gedaan. Want daar is het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Hof. WKE wint met 3-0 en mag terecht feest vieren. Inderdaad, WKE gaat naar de topklasse. Het feestje wordt gevierd bij de technische staf en ook bij de spelers op het veld. WKE gaat naar de topklasse. Het wint met 3-0 van Hilversum. En dat is geweldig. Welkom bij een nieuwe aflevering van Bartje Bekaal. Ik ben weer Roosing en vandaag zijn wij topklasse. Ja, super mooi, fantastisch. Voor het derde jaar weer een lang seizoen. Ja, we hebben het eerder gehad om een kampioenschap van Nederland. Dan zit je in een hele andere roes. En ja, nou moet je gewoon winnen. Nou, en wij hebben zoveel kwaliteit en ervaring. En ja, we waren gewoon 100% van overtuigd dat we deze wedstrijd zouden winnen. Wat vorig jaar niet lukte, lukt nu wel. Ja, een jaartje te laat, dat is het hè? Het is een jaartje te laat, maar ja, we plakken er gewoon nog een jaar aan vast. En dan komt het wel goed. Kijk, moet je kijken in de camera. Ik heb zo hard gewerkt naar deze wedstrijd toe. En dan wordt het beloond met zo'n goal. Ik vind het fantastisch. Maar het gaat niet om mij, het gaat om WK. En dat vind ik geweldig. Volgend jaar kunnen we ons gewoon weer meten met de beste amateurvoetballers in Nederland. En ik denk dat WK de laatste jaren verdiend hebben om daarbij te zijn. Ik vind vakantie vieren vind ik hartstikke leuk en ook fijn. Ik was er ook absoluut aan toe. Maar dit is een lekkere onderbreking dat je hier naartoe gaat en dat je dan uiteindelijk ook nog topklasse mag worden. En overigens in mijn optiek gewoon dik verdiend. Ja, de belangrijkste wedstrijd van het jaar voor ons om promotie naar de topklasse. En dan baal je dat je op de bank zit en dan kom je erin en dan schiet je 2 binnen. Nou ja, 3-0 en dan is het alleen maar feest.